Bas loopt naar het kasteel. Onderweg blijft hij voor een lichtgevende boom staan. De boom lijkt van kristal en hij verspreidt een bijzonder licht over het trollendorp. Deze boom gloeit van noorderlicht, zegt een trol. Zonder deze boom zou alles hier donker en dor zijn en kunnen de trollen niet leven. Bas blijft even kijken naar dit wonder. Trompetten klinken vanaf het kasteel. De wachters hebben Bas zien aankomen en begroeten hem. Bas loopt door de poort naar binnen. Oh, wat een prachtig kasteel. Kom verder, Bas, kom verder, zegt de koning. Ik stond al op je te wachten. We worden verwacht in de danszaal. De grote zaal is gevuld met trollen die allemaal met Bas willen dansen. Bas, zegt de koning. Volgens onze trollentraditie moeten we eerst een stoelendans doen. En volgens mij kan jij aardig dansen. Trollen, start de muziek! Trollen, start de muziek! In een koud en donker trollenland. Maar we zijn professor Punthoofd helemaal vergeten. Hij is ondertussen bij de lichtboom aangekomen en hij is duidelijk iets van plan. Hij gebruikt natuurlijk zijn berenzoeker om Bas te vinden. Maar als het apparaat de sterke signalen van Bas heeft opgevangen, begint het vreselijk te piepen. O jee, als dat maar goed gaat. Door het hoge piepgeluid begint de boom aan alle kanten barsten te vertonen. Hij beeft het. O nee! De boom gaat kapot! Oh, dat ziet er niet goed uit! Help! In het paleis hebben ze het lawaai gehoord. De trollen kijken geschrokken in het rond.
want zonder het noorderlicht zullen ze verstijven tot stilstaande beelden. De trollenkoning pakt snel een oud en geel perkament en geeft het aan Bas. Hier, pak aan Bas. Hierin staat wat je moet doen om ons te redden. Alleen jij kan ons nog helpen. Bij een kaars rolt Bas het perkament uit. Maar wat is dat? Het perkament lijkt te leven. Een beetje slaperig begint hij te praten en vertelt hij Bas over het noorderlicht. Dat is lang geleden. Ik heb heel wat stof in mijn longen gekregen van al dat wachten. Of dacht je dat het lekker was om 2 eeuwen opgerold te zitten? Maar goed, ik zie het al, de trollen hebben hulp nodig. Luister goed, dan vertel ik je hoe je de trollen kunt helpen. Lang geleden, vertelt het perkament, was er een tovertrol. Deze tovertrol was zo machtig dat het hem lukte om de lichtboom te betoveren met noorderlicht. Hierdoor hoefden de trollen niet langer in het donker te wonen en werden ze vrolijk, aardig en vriendelijk. Helaas verstijven de trollen tot stilstaande beelden als het noorderlicht uitvalt en kunnen ze niets meer doen. Alleen jij kan nu nog helpen door de betovering van de tovertrol te herhalen. De tovertrol pakte een tak van de grote boom en reisde daarmee naar de Noordpool om hem te laten bestralen met noorderlicht. Deze tocht zul jij nu moeten maken. Het eerste stuk kun je met skis afleggen. Hierna kom je voor het grote bevroren water en zul je van ijsschots naar ijsschots moeten springen. Aan het eind moet je Oog de Oger vinden, die je kan helpen de tak in het noorderlicht te houden. Is de tak met het noorderlicht bestraald, dan kom je terug naar het trollendorp en zal de lichtboom weer groeien. Heel veel succes! Bas pakt een paar skis en trekt erop uit. Hij stopt een tak van de lichtboom bij zich en kijkt nog 1 keer achterom. Dag, trollendorp, ik kom snel weer terug en dan heb ik het noorderlicht bij me.